Sanne Voets is een Amazone met ambities. Ze is momenteel Europees, wereld- en Paralympisch kampioen dressuur. Ondanks haar beperking gaat ze gewoon sporten. Sterker nog, ze ziet het als een uitdaging. Stond iedereen gelijk te springen toen ze hoorden van, ja, dat jij wilde gaan paardrijden? Nou, ik denk dat mijn ouders in het begin dachten dat het wel een bevlieging was en dat het wel over zou gaan. Oh, ja. Maar dat bleek een inschattingsfoutje. Het liep een beetje uit de hand. Ja. En het enige hulpmiddel wat je dan hier nodig hebt, is dat krukje. Ja. Waar ik wel benieuwd naar ben, wat kan je nou wel en wat kan je nou niet? Ik ben geboren met een functiebeperking in de gewrichten van mijn benen. En een hele poos geleden ben ik ook met paardrijden gevallen. En daarbij is eigenlijk de functie van mijn linkerbeen verder beperkt geraakt. Uiteindelijk moet je roeien met de riemen die je hebt. En als je, ja, je door je handicap laat beperken, dan kom je niet ver. Eigenlijk zo'n beetje zo en dan zo. En dan met je benen een beetje zo blijven hangen zo. Wat levert het sporten jou nou op? Nou, sowieso heel veel als het gaat om het stukje beleving. Het maakt een paard niks uit of jij twee gezonde benen hebt of niet. En daarnaast is het bezig zijn met zo'n paard is heel fijn. En het sporten, het iedere keer een doel stellen, je lat een beetje hoger stellen, leggen. En dat heeft me denk ik ook zo ver gebracht. Ja. Weet ik eigenlijk wel zeker. Heb je nou niet nog een tip voor mensen die denken van ja, ik heb een beperking, maar ik zou best wel willen bewegen. Misschien zelfs wel sporten, maar ik weet niet hoe. Ja, volgens mij is het allerbelangrijkste dat je iets gaat vinden waar je plezier aan beleeft. Dus ga ontdekken, ga kijken wat bij je past, waar je plezier aan beleeft. En ga daarmee lekker verder, want uiteindelijk gaat het om het plezier dat het sporten je brengt. Wil jij nou net als Sanne, ondanks je beperking, gewoon je lievelingssport blijven uitoefenen of uitoefenen? Bij Uniek Sporten Brabant willen ze je heel graag helpen. Ga gewoon naar de website unieksportenbrabant.nl.